What's good, Kelfam? Mijn naam is Kelfam, ook wel Calvin. En het is nog steeds Kelsember. We zijn bijna aan het eind. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Inderdaad, het is nog steeds Kelsember. De hele maand upload ik elke dag een video. Zolang jullie het aantal likes halen wat ik jullie vraag. En vandaag is dat aantal... 14.000. Oké, 14.000 likes. Dat is het aantal wat we moeten halen binnen nu en 24 uur. Als dat lukt, betekent dat er morgen weer een spetterende video online komt. Absoluut 100%. Let's go, man. What's good, man? Over spetterende video's gesproken. Vandaag komt er geen. Het is namelijk vandaag Foute Vrijdag, de laatste Foute Vrijdag van deze maand. En mocht je nog niet bekend zijn met het concept van Foute Vrijdag, dan ga ik je het even uitleggen. Foute Vrijdag is de dag dat ik mezelf mag terugtrekken als professionele YouTuber en me eventjes weer als amateurtje mag gedragen. Ik heb een bord met een aantal onderwerpen en die onderwerpen zijn het makkelijkst haalbare wat er op YouTube is. Dus denk aan een Q&A, een Would You Rather tag, echt zo de simpelste shit. Dat gaan we doen. Aangezien ik het mezelf als YouTuber gewoon niet te moeilijk moet maken altijd, weet je wel. Je mag ook soms gewoon een beetje die easy shit pakken, toch? Dus ja. De gast van vandaag is Thomas en die komt hier straks binnen. Die weet nog niet dat we al aan het filmen zijn. En die wordt in het diepe gegooid. Die moet van het bord een kaartje pakken en op dat kaartje staat het onderwerp wat we vandaag gaan doen. Ik heb er zin in, of niet. Ik weet niet eens wat we gaan doen. Dus ja, hoe kan ik er zin in hebben, papies? Voor mij is het nu gewoon eventjes wachten, gewoon even chillen tot de deurbel gaat. That's him. Oh my god, that's him. Oh my god. Hallo. Welkom! Hallo. Je zit er middenin. Ik moet alleen enorm plassen. Echt? Ja, echt. Dat mag niet. Ik heb een uur in de auto gezeten. Dat mag niet. Ik denk aan een lekker spetterende spontane opening, weet je wel. Ze komen binnen, ze gaan meteen zitten. Het is gezellig. Nee hoor, er moet weer gepist worden. Schiet even op! We hebben een foto trouwens hier van jou en Nina. Ja, ja. Zo, zit het allemaal goed? Ik heb een presentje voor je. Ja, 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 ja. Gelukkig. Proost! Heb je niks mee gedaan of zo, toch? Nee, tuurlijk niet. Ik heb nog nooit zo'n paprika gegeten. En? Eerste reactie, go! Ja. Oké, duurt te lang. Thomas, het is Foute Vrijdag. En jij weet natuurlijk precies wat Foute Vrijdag is. Wat denk je dat Foute Vrijdag is? Foute Vrijdag, Foute Muziek. Nee. Dat is toch Foute Vrijdag? Je hebt Foute Muziek, maar je hebt ook Foute Vrijdag. Oh god, ik neem nog een hap. Ik heb Foute Vrijdag in het leven geroepen. In december wordt er elke dag geüpload. En het is moeilijk. Heftig, en je moet elke keer moet je weer iets nieuws bedenken. Foute Vrijdag. Foute Vrijdag. Ik heb echt een heel moeilijk leven. Foute Vrijdag is daar. Is zeg maar het doucheputje van de YouTube content wat er bestaat. Ik heb hier de Foute Vrijdag plaat. Met een beetje vogelkak erop. Want ja, hè, we moeten toch een beetje in het boerensfeertje blijven. Op de achterkant van deze kaartjes staan een aantal onderwerpen. Dat zijn de makkelijkste YouTube onderwerpen ooit. Dus denk aan een Q&A. Of een reageren op veel filmpjes. Op wat? Veel. Je hebt veel filmpjes. En je gaat niet oude video's of zo, hè? Nou, misschien staat dat er wel tussen. Dat is echt gênant. En dat zijn ook waarschijnlijk de meest gênantste opnames ooit. Durf je er een te pakken? Nee. Moet ik er echt één pakken? Je moet er eentje kiezen. Oké, ik ga mijn gevoel uit. Moet ik kijken? Ja. Zeker? Ja. Lijstjes. We zijn dan nog even iets enthousiaster. Lijstjes! Wow! Yay! Wat is het? Heb je enig idee wat dit kan zijn? Ja, gewoon fotolijstjes. Zoals die op de wc. Heb je nee! Dan ben je opeens niet zo stoer mee. Nee, zo hartstikke. Dat is echt een schattige foto. Dat is een schoolfeestfoto. Wauw. Schattig hoor. Nee, dat lijstje bedoelde ik niet. Lijstjes is eigenlijk gewoon waar heel Hanwees kanaal op gebaseerd is. Nou, gewoon BuzzFeed, dat je letterlijk een lijstje pakt van het internet wat al bestaat. En dan ga je er nog een keer doorheen. En dan ga je zeggen wat je ervan vindt. Oh, reageren video's zijn er toch eigenlijk ook? Ja, dat gaan we nu doen. Ja, ja. Dat vind ik leuk. Je bent erin beland. Wauw, ik heb er nog nooit één gedaan. Echt niet? Nee, nog nooit. Oh, dat is wel leuk. Ik heb het al wat over de 10 leukste dingen over mezelf of zo. Oh, nou, dan ben je snel klaar. 10 keer dezelfde. We gaan letterlijk naar BuzzFeed.com. 29 bruikbare producten die echt verschil maken in de winter. Oh. Kijk, wij doen nu eigenlijk een beetje zo sarcastisch, maar ja, legit zit er nee, vaak nee, maar dit kunnen echt lifehacks zijn. Daarom. Het kan best dat ik hier straks wegga en mijn leven opeens veel beter is. Nou, dat is sowieso het waar. Mm. Dat kan niet. Je hebt op mijn wc gepist. Ja, op zich. Ik heb trouwens naast geplast. Oké, dankjewel. A pair of fleece
blind tights because you shouldn't give up wearing all your favorite dresses because the temperature drop below freezing. Heel saai, dat kunnen we echt niet aan gaan doen. Zie je dat voor je? Een spijkerbroek. Wauw. Maar je kunt wel alle mooie vormen inzien. Dus hij is in ieder geval, het is een soort skinny broek. Nee, maar dit is met een soort van dinges erin. Een fabric shaver to cut all the pills. Dit is heel handig. Wat is het dan? Nou, dat is gewoon zo'n ding. Het is heel handig voor... voor kattenharen en shit. Er zit zo'n roller, weet je wel, maar die zuigt volgens mij. Of draait, of... Dat is knap. Nu, een 5 window installation kit. Stop the draft cut and make light so you don't have to work so hard and you... Gewoon plastic wat voor het raam hangt. Juist, om de energiebesparing, de verwarming minder hoog. Ja, maar dat ziet er toch niet uit. Dat ga je niet voor je raam hangen, toch? Kan je net zo je hele huis inpakken. Ja. Ik wil alleen deze gaan weten. Dit is echt een suflijstje. Plus een pack of foam socket sealers. En dan stop in little bit of the... Ik fuck dit lijstje. Top 10 lijstjes. Alle top 10 lijstjes. Kijk. Misschien moeten we Hanwe even bellen waar hij vandaan haalt. Ja, yo. Hanwe, help. Oké, ik heb eentje. Ik heb de allerbeste. Kom maar op. Top 10 engste plaatsen ter wereld. Kelvin's huis. We just... Pardon? Nummer 1. Pardon. We just became dark, people! En dan spreken we af, naar één van die plaatsen gaan wij toe. Laat in de comments weten waar we naartoe moeten gaan en daar gaan we heen. Ik schijt echt op mijn broek. Als je me live wil zien schijten, dan zo. Is dat de beste video. Dat heb ik nou altijd al gewild. Het Dadi Park in België. Het verlaten pretpark Dadi Park, gelegen in Dadicelle, is in 2002 gesloten omdat er een dodelijk ongeluk plaatsvond. Dit ongeluk vond plaats in 2000 en door slechte publiciteit trok het park geen bezoekers meer. Het park is niet gesloopt, maar afgesloten en volledig verpauperd. Overal staan attracties die vergroeid zijn met klimop en onkruid. Veel skaters, fotografen en zwervers bezoeken het verlaten park. Dus sowieso spookt het daar. Nou, het is me net waar je gelooft. Nou, ik heb ooit een video opgenomen met Land van Ooit. Dat is ook helemaal verlaten. Oh ja, dat wil en ik ook nog. En je wil niet weten hoe creepy het daar voelt. Gewoon. Het is echt gewoon, je weet dat daar vroeger kinderen lol hebben gehad. En dat er ouders waren en dat het familiedagen waren. En dat het daar helemaal leuk was. Dat het vroeger een leuke sfeer ging. En dan loop je daar en is alles verlaten. En de muren zijn kapot. En als je dan binnenkijkt bij zo'n raam, zit er zo'n clown, weet je wel. Joodse begraafplaats. De oude Joodse begraafplaats in Praag is de oudste Joodse begraafplaats van Europa. Men vermoedt dat deze relatief kleine begraafplaats naar schatting 100.000 mensen ligt begraven. Ja, dat is gewoon een begraafplaats. Je hebt ook mensen die begraafplaats fetish hebben. Die best, die gaan dan op elke plaats waar ze komen als toerist, zeg maar, een begraafplaats. Echt? Maar die vindt het dan super spannend. Ja, dat wordt ze helemaal, vindt ze gewoon mooi. Dat... Maar ik vind het niet per se een enge plek. Het is gewoon een begraafplaats. Ja, heb je dan helemaal geen fetish? Dat je denkt, nou, dat vind ik echt... Ja, fetish is misschien het verkeerde woord. Fetish is wel verkeerd. Ja, heel verkeerd. Obsessie. Ja, maar, nou, eerder of een ASMR-geluid wat je heel fijn vindt. Ik heb dat met zwembaden. Ja, ik heb dat met kaarsen, man. Ik kan echt zo'n uur naar een kaars kijken. En fucking satisfied. Hé, maar ik wil even mijn engste lijstjes door. Ja, onderbreek me de hele tijd, Thomas. Maar ik vind op zich die begraafplaats... Godverdomme, ik wil praten! Hashima is een onbewoond eiland gelegen 15 kilometer van de kust van Japan. Het eiland was tot 1974 bewoond, maar doordat de mijn op het eiland gesloten werd, verlieten mensen het eiland. Dat is eng. Het is gewoon een eiland zonder mensen. Ja, oké, maar dat is toch eng? Ja, ik zou hier niet s'nachts chillen. Misschien zijn er wel mensen overleden en spookt het daar nog. Ja, maar er zijn overal mensen overleden. Helltown is een gebied in Ohio dat bekend staat als een gebied waar geesten leven. Er zijn menig volksverhalen over een meisje dat s'nachts langs de weg gezien is. Veel horrorfilms zoals Silent Hill zijn gebaseerd op deze volksverhalen. Oké. Dit vind ik nou weer vet. Echt? Ja. Jij vindt een begraafplaats eng, maar een verhaal over een meisje, denk je maar. Nee, ja, maar ik heb iets meer met plekken ofzo. Nee, dit is heel eng. Dit is heel... Nou, er staat ook geen foto bij. Ik heb iets meer met plekken dan. Weet je, dat... De geestenstad van Fendigu. De verlaten Chinese stad Fendigu wordt niet bewoond en staat deels onder water. Veel toeristen bezoeken. Die mensen er ook eng uitzien. Die mensen zijn er niet. Het zijn geen mensen. Het zijn gewoon Aziaten, Thomas. Nou, dat doe jij nou. Ik zie de achterkant. Ja. Hellingly Hospital. Dit ziekenhuis is geopend in 1904, staat bijna 20 jaar leeg. Het oude ziekenhuis zijn echt eng. Love it, man. Dit is wel heftig, hoor. Hey, volgens mij, Wie is de Mol hier opgenomen? Het ziet er wel als een Wie is de Mol plekje uit, als ik eerlijk mag zijn. Heel vet. Body Farm Knoxville. Waarschuwing, boven staat een video bevat schokkende beelden. Kom, we gaan hem kijken. Creepy as fuck! Hard, met zijn geluid hard. Ja, deze video duurt dus een klein beetje 11 minuten. Dit is totaal niet schokkend. Is dat een mens? Ja, inderdaad. Dit is totaal niet schokkend. Is dat een mens? Of is het een beeld? Nee, volgens mij is dit gewoon een lijkje. No, maar dit is echt niet leuk om te zien. Nieuwsflash, mensen gaan dood. Wow. Oké, we gaan door naar nummer 3. Ossarium van Sedlec. Ja, een keer op tv gezien. Ja, gewoon. Het is gewoon een doodshoofd. Ja, dat is heel veel doodhoofden. Wel eng hoor. Maar moet je voorstellen, eventjes terug op die doodhoofden, hè. Dit heeft iemand allemaal neergezet op die manier. Dat is toch lekker. Creepy?
Stel je voor, wat voor iemand ben je als je zin hebt om dit te gaan maken? Hier wil ik echt een keer heen. Het zelfmoordbos. Teringziek. Je bent echt Logan Paul. Nee, maar... Ga je filmen hoe iemand dood hangt. Nou, nee, maar dat vind ik... Ik zou er echt niet heen willen. Echt niet? Serieus. Nee, zou ik echt niet heen willen. Ik word er helemaal creepy. Ook die video's die toen inderdaad van Logan Paul... Ik dacht, ja, hoe kun je er nou voor de lol heen gaan? Ja, nee, maar het is toch bizar? Ik vind dat bizar. Ja, maar dan gaan mensen daarheen. Wat een discussie dit. Ja. Welkom bij RTL Late Night. RTL Late Night met Twan Huis. Gaan dus mensen echt heen die hun leven willen beëindigen en die echt heel veel ellende hebben. En dan gaan wij er naartoe, leuk als toerist naartoe om te kijken wat er allemaal, hoe dat voelt. Ja. Dat is toch niet leuk? Nee. We gaan lekker klopt. Samen naar Land van Ooit. Ja, nee, want daar zijn mensen pretpark. Wow. Chernobyl. Ja, nou ja, dat is wel een... dat vind ik wel eng. Ja, vind ik ook fucking ziek. Ja, ik heb wat daar gebeurd is, gezien. Ja, niet normaal. Heftig. Mensen die niet weten, Chernobyl was een kerncentrale toch? En die ging zo... Pot, en daar kon je niet wonen, dat hangt allemaal giftige stoffen. Het is gewoon radioactief. Dus als je daar dan gewoond had, dan had je zeg maar ineens 6 armen of zo. En een oog net zo groot als een watermeloen. Maar dat is heftig, dat is gewoon uit het niets gebeurd. Wat vond je van deze Foute Vrijdag? Ik vond het leuk. Wacht even, doe het opnieuw. Ik vond het super leuk! Ik vond het jammer dat we een beetje slappe top 10 lijstjes hadden. Je hebt enge plekken gezien. Enge plekken gezien. Ik heb over Land van Ooit kunnen praten. Het is spannend, Thomas. Het is 28 december op dit moment, geloof het of niet. Het december is als volgt. Mensen moeten de video liken en bij een x-aantal likes komt er de dag daarna weer een nieuwe. 1 december moesten jullie er 500. Nu moeten jullie even rustig 14.000. Dus op zich... Het gaat wel lukken, toch? Ja, geef gewoon even een duimpje omhoog. Like hem even, biatjes, anders komt er morgen geen nieuwe. Dat zou spijtig zijn. Komt er dan echt geen nieuwe? Nee, dan kappen we er gewoon mee. Mag ik hem dan wel zien? Nee, nee, dan gaat hij in de prullenbak. Er zal nooit iemand hem zien. Bedankt. Doei. Nee, doe ik niet. Ik ken je. Je bent de eerste ooit die het doorheeft. Kak.